In de lifestyle-rubriek van deze week zijn we opnieuw op bezoek bij Claire Maho. Valérie zoekt imago-advies voor haar volgende sollicitatie. Goedenavond. Mevrouw Monset. Goedenavond. Aangenaam. Aangenaam. Kom maar door. U komt voor uw afspraak, imago-advies. Graag. Kom mee maar. Mevrouw Monset, mag Valérie zijn? Graag. Ja, zeg maar Claire hoor. Ja, Claire is mijn naam. Dus u komt imago-advies halen, hé, voor dus kledingadvies, maar specifiek, kun je mee zijn, specifiek? Ik zou willen gaan solliciteren bij een IT-bedrijf. Dus je hebt al een sollicitatie in zicht? Voor toekomende week. Toekomende week, dat zal vlug gaan. Dus we gaan aan het advies beginnen. Hé. U weet, Valérie, solliciteren, dat is jezelf verkopen. Hé, dat is zeer belangrijk dat je daarbij stilstaat. Want een gesprek waarbij u niet alleen beoordeeld wordt op je kennis van zaken. Je wordt ook niet alleen beoordeeld op je intelligentie tijdens het sollicitatiegesprek, maar zeker ook op je uiterlijk, op je kleding en je totale verzorging. Als u binnenkomt in de kamer waar het interview gaat plaatsvinden, gaat die persoon naar u kijken en je gaat denken, die ziet er interessant uit. Interessante persoon, een boeiend persoon. We gaan even luisteren wat ze allemaal te vertellen heeft. Dat is dus aantrekking. Maar het kan ook afstoting zijn. En dan alles wat u te vertellen heeft, zal er weerstand zijn. Dus ik zou zeggen, neutrale basiskleur, een pak, een broekpak of met rok is perfect. We zullen straks zien met de doeken welke kleuren nu best gaan. Ik zou adviseren van effen stoffen of een zeer discrete print. Het kan een heel klein ruitje zijn of een pinstripe, dat is het beste. Dus ik stel u nu voor van in de praktijk over te gaan. We gaan kijken wat uw beste basiskleuren zijn. We gaan een lichte make-up aanbrengen en kijken wat de beste outfit is om u te gaan presenteren volgende week voor uw sollicitatiegesprek. Volg je mij? Dat is goed. Kijk, dat is een licht basiskleur. Voor u is dat magnifiek. Zie je dat? Iets donkerder. Kijk. Dat is ook zeer mooi. Ja? Ja. Dat kun je zeker gebruiken. De accentkleuren. Lichtblauw staan u zeer goed voor accentkleur. Kijk maar. Er komt een zachtheid in uw gezicht. Hé? En off-white is ook zeer mooi. Dat u dus een warm type bent, zou ook geen spierwit, maar zo off-white. Is ook heel mooi. Hé? Dan straal je dus dat met donkerblauw. We gaan misschien wel een donkerblauw pak adviseren. We kunnen dat een keer aanpassen. En je zult zien dat je je kennis gaat uitstralen. Donkerblauw is ook het kleur van betrouwbaarheid, dus vertrouwen. Dus dat ga je allemaal uitstralen, dat is zeer belangrijk. Hé? Dat je die psychologie achter kleurgebruik, dat je daar gebruik van maakt. Oké? Okay? Dat is goed. Voilà. Zo, Valérie. Dat is de perfecte outfit om te gaan solliciteren. Hè? Dus je ziet donkerblauwe kleur, neutraal basiskleur, neutraal achtergrondkleur. De pinstripe, hè? De zeer discrete print. Heeft ook totale lengte en slankt af. Hè? Dus je accentkleur is goed, want het is wit. Wit is kleur van zuiver op de graad. Dus je kunt niet misdoen om die kleurcombinatie te kiezen voor een sollicitatiegesprek. Hè? Dus je hebt zwarte schoenen aan. Dat is perfect met donkerblauw. Een zwarte broekriem. Dat is perfect. Maar we gaan een andere handtas nemen. Kijk. Dus ze is iets zakelijker, maar past perfect, perfect met de outfit. Zie je? Ik zie ook dat de bovenste knop van je blouse open staat. Dat is geen probleem, maar let er mee op. Als je dus eigenlijk je sollicitatiegesprek hebt, dat je niet te veel beweegt of dat het open gaat staan. Want te veel huid tonen is geen kennis. Dat is zo. Dus dat je eigenlijk echt altijd correct gekleed gaat. Hé? Dus je ziet ook met je kapsel samengebonden, veel zakelijker. Hé? Je kunt het opsteken of gewoon samengebonden, dat is perfect met je outfit. Voilà, zo kun je volgende week op die manier met veel succes gaan solliciteren. Ik hoop het. Had u nog vragen? Nee, ik kijk er naar uit om te gaan solliciteren. En wel, ik wens u veel succes. Dank je wel. Bedankt, Claire. Graag gedaan. Dank u. Alsjeblieft. Dank u.